Ik zie ook heel vaak patiënten waarbij het bioritme helemaal verschoven is. Denk maar aan pubers, ja? Wel, dat een puber zo laat pas naar bed kan, s'avonds, is eigenlijk heel normaal. Want in onze pubertijd gaat bij iedereen het bioritme een tijdje verschuiven, verlaten. Maar ben je een avondtype van bij de geboorte en je gaat dan het verlaten meemaken in de pubertijd, ga je ineens merken dat je slaap heel laat pas binnenkomt. Je gaat ook merken dat je s'avonds eigenlijk nog knalwakker bent dus chatten met de vrienden en gamen gaat heel makkelijk. Het zijn jouw beste momenten. Dus ik snap dat allemaal, maar zo ga je wel eigenlijk een gigantisch slaapprobleem een bioritmeprobleem veroorzaken. Het zijn net pubers die heel veel slaap nodig hebben, want in de puberteit ja, er gebeurt veel, er verandert veel, er groeit veel, dus we hebben slaap nodig. Slaap doet ons groeien. Het slaap is een energiebron. Maar pubers pakken het vaak heel fout aan en die kunnen dan een probleem, slaapprobleem zelf gaan veroorzaken. Een verschuiving van het bioritme. S'avonds lang opblijven, laat gamen, dan in de ochtend, zeker in de vakantieperiodes, heel lang blijven liggen. En dan zijn ze ineens verbaasd dat ze niet meer kunnen inslapen. Dat het inslapen tegen twee uur s'nachts, drie uur s'nachts en soms tegen vier uur s'nachts pas gebeurt. Logisch. Dus pubers met zo'n probleem zie ik met hopen. En het goede nieuws is: je krijgt dat absoluut opgelost. Maar opnieuw, zes weken, ben ik heel streng in de start-to-sleep therapie om dit bioritmeprobleem op te lossen. Maar het komt goed.